We zijn vandaag bij de 15e of 16e kinderkleding- en speelgoedbeurs in Stadspolders. Er is een heleboel tweedehands kleding en speelgoed in omloop. Het willen we graag een tweede, een derde of soms een vierde leven geven. En dat kunnen mensen dus kopen. Dat is ook goed voor het milieu, goed voor de portemonnee. Daarom was het woensdag een drukke boel in het polderwiel in Stadspolders. Ja, hij is mega goed. Gisteren was het super druk en vandaag loopt het ook goed door. Ja, ik zag er net inderdaad ook echt rijen bij de kassa stonden inderdaad. Ja, zeker. Die staan er nu ook nog omdat ik hier sta. Mensen konden hun oude kleding en speelgoed doneren en dat was erg in trek bij de Dordtenaren. Mensen kunnen speelgoed doneren, dan kijken wij wat goed genoeg is voor de uitleen. En andere spullen die doneren wij dan naar andere stichtingen. Hebben er veel mensen speelgoed en kleding ingeleverd? Ja, bijna 180 unieke deelnemers hebben spullen ingeleverd. Dat is echt mega veel. De beurs wordt 2 keer per jaar gehouden, in maart en in oktober.